dingen kunnen gewoon niet altijd door betaalde krachten gedaan worden. Dan blijven er dingen liggen of dingen worden vreselijk duur voor mensen om dat te kunnen doen. Ik geef taalles aan mensen uit Oekraïne die hier in Utrecht en omgeving wonen. Kom je morgen helpen? Ik doe dat namens Taal Doet Meer, een vrijwilligersorganisatie in Utrecht die taallessen verzorgt en alle andere projecten heeft om mensen taalvaardiger te maken. De ouders. De ouders. De ouders. Nou, dat is al een heel aantal jaar geleden dat ik begonnen ben bij Taal Doet Meer. En dat was vooral omdat ik het gewoon ontzettend leuk vind om met taal bezig te zijn en het ook super leuk vindt om mensen te helpen om hun weg te vinden in Nederland. En taal is daar heel belangrijk bij, dat je kunt communiceren met de mensen in je stad. When I came to Netherlands, I thought that I come only 2 months, but now I understand that I stay more long time and I need understanding in the shop, in other people, and I need language, and for job need Nederlands language. Wie vindt puzzelen leuk? Ik vind puzzelen leuk. Ja, jij vindt ook puzzelen leuk? Het contact met de mensen vind ik echt het allerleukste. En dat je ze dingen kunt vertellen die hier in Nederland spelen, bijvoorbeeld Sinterklaas, de dingen die wij vanzelfsprekend vinden. En zij denken, ja, waar gaat dit over? Wat zijn ineens al die kruidnoten die in de winkels liggen? En dan is het leuk om uit te leggen, de achtergrond uit te kunnen leggen. En mensen zeggen, oh, hoe is dat aan de hand? En ja, dat is leuk. I-U. I-U. Nee. I-U. Tineke is the best. I don't know how he say Netherlands, but I like lesson with Tineke. Het is heel leuk als je na afloop van een jaar of zo hoort dat iemand zegt van, ja, nu durf ik zelf een afspraak te maken met de dokter. Dat is, ja, dat zijn fantastische dingen. Als iemand dat tegen je zegt, dan denk je, yes, er is een stukje zelfstandigheid gebracht. En hoe schrijf je dat? Heel goed. Heel goed, super.